We zijn hier bij de Lantaarn, oftewel de poptempel van het oosten. We hebben een gesprek met Jasper van der Kolk, die pas geleden de Lantaarn heeft aangekocht. Jasper, is dit voor jou een jongensdroom die uitkomt? Ja, nee, eigenlijk absoluut wel. Eigenlijk ben ik van vroeger uit al verliefd op deze tent. Ik heb hier vroeger altijd al gewerkt. Sinds 2008 heb ik de uitbater mogen zijn voor deze mooie tent. 2 jaar open, 2 jaar dicht, hè, met de corona. Ja. En toen hing ook nog eens dat zwaard boven de lantaarn of de sloopkogel. Maar dat ik hem nu heb kunnen aankopen, ja, dat is absoluut een jongensdroom die uitkomt. Ja, zeker. Nou, dat is heel fijn. En Helmdoorn zelf zal er ook heel blij mee zijn. Dat hoop ik. En ik krijg veel goede reacties in ieder geval. De Lantaarn wordt of is al een beetje een multifunctioneel centrum. Wil je daar iets over vertellen? Jazeker. Ja, Lantaarn is natuurlijk bekend om de concerten die hier vroeger al werden gehouden en nu nog steeds. Maar naast de concerten willen we ook het centrum zijn voor de jeugd om uit te gaan. Dus we willen voor hen 2 keer in de maand ook gewoon een lekkere danceparty hier organiseren. Zodat ze niet naar andere steden toe hoeven, maar gewoon lekker hier dichtbij kunnen blijven, lekker op fietsie. Maar daarnaast zijn we ook de zaal voor je bruiloft, voor een privéfeest, voor een verjaardag. We hebben zelfs onlangs een keer een uitvaart gedaan. Dus ja, weet je, eigenlijk is hier alles mogelijk. Maar dan moet de zaal toch iedere keer wel drastisch aangepast worden? Ja, dat is wat mooie aan deze zaal. Het is eigenlijk gewoon een vierkante box en je kunt er eigenlijk alles van maken. Dus je kunt hem altijd compleet in de stijl aankleden zoals de persoon of het bruidspaar wil. Of hoe wij het in concertvorm willen. En ja, dat is mooi, hè. Je kunt er in alle kanten mee op eigenlijk. En kan ik hier in de toekomst ook zo langskomen voor een pilsje of een kop koffie? Ja, momenteel nog niet. Maar we hebben de nodige plannen om een beetje te gaan verbouwen. Om er een voorcafé in te maken bijvoorbeeld. Een terrasje in de zomer. Hè? We hebben ons eigen biertje ondertussen gemaakt. En misschien komt er wel een klein speciaal bierbrouwerijtje aan de voorkant. Wie weet, dat hangt allemaal nog. Maar ja, in de toekomst moet je hier ook gewoon een keer op de fiets langs kunnen komen en je bakje koffie, een biertje, puntje appeltaart, moet allemaal kunnen. En de Lantaarn heeft ook een eigen biertje ontworpen. Wil je daar iets over vertellen? Ja, zeker. We hebben in samenwerking met Black Baron en de Bengals uit Nijverdal hebben we de Rocking Red IPA gemaakt. Dat zou het biertje moeten zijn om de Lantaarn in de picture te houden, hè, omdat het op de nominatie stond voor de sloop, voor de bouw van appartementen. Dus daar was het eigenlijk voor bedoeld. Maar nu is het eigenlijk het biertje dat het symbool moet zijn voor de brandende lantaarn die ook blijft branden. Het is een mooi rood IPA'tje. Ja. En die kun je dus zo bestellen? Ja, absoluut. Die kun je online bestellen of hier lekker aan de bar. En is er al een programma voor de eerste weken zo? Ja, we hebben veel concerten gepland staan. Bijvoorbeeld dit weekend John F. Klaver plays Clapton. Fantastisch mooie band. 7-koppige band. Er staan veel meer concerten gepland nog en de privéfeest en die gaan ook hard. Oké, Jasper, bedankt voor de informatie en heel veel succes. En we hopen in de toekomst nog veel van je te horen. Ja, hartstikke bedankt voor het interview en ja, graag tot ziens.